Steefhof Maastricht gaat aanstaande zaterdag open voor het publiek. Net als elders in de wereld hebben de belangrijkste galeries in Brussel zich de afgelopen maanden voorbereid op de beurs, zoals DJ Klaas. Et ça, c'est vraiment intéressant pour vous au niveau de business de venir à Maastricht. Je vais être très honnête avec vous, c'est très important dans l'image que ça donne. Un marchand, un antiquaire qui participe à Maastricht, ça lui donne des lettres de noblesse. Ouais. C'est un peu une manière de dire que c'est un très bon marchand. Ouais. Donc directement quand vous faites cette foire, vos collectionneurs qui vous suivent depuis un moment se sentent rassurés. C'est un peu comme si vous aviez des galons en plus. Oui. C'est une sorte de garantie aussi pour la qualité. Écoutez, je vais vous donner un petit exemple. Quand vous êtes bijoutier, ouais. Si je suis bijoutier en France, vous donnez la rue où vous êtes, ah, pas de problème, vous êtes bijoutier. Si vous dites vous êtes bijoutier Place Vendôme, ouais. Ça change un petit peu. Et de quelle région vos pièces viennent? Alors écoutez, moi je suis spécialisé dans l'art du Congo. Congo RDC, ouais. Mais je suis aussi connu pour être spécialisé dans les objets d'Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, Gabon, Mali. Mais ma spécialité, ce pourquoi on vient me voir, c'est vraiment l'art du Congo RDC. Ouais. Ça, c'est vraiment pour ceux que je suis connu, dû aussi évidemment à l'héritage colonial qu'on a en Belgique. Donc, on a vraiment une tradition, je dirais, sur l'art du Congo, dû à la Belgique, la relation du Congo avec la Belgique. Galerie Almine Rech, met vestigingen in Brussel, Parijs, Londen en New York, doet voor het eerst mee aan TFAF en wordt gezien als een van de meest toonaangevende galeries in moderne kunst op dit moment. Ik denk dat het de kwaliteit is van de galerij die ons eigenlijk heeft toegelaten om mee te kunnen doen met TFAF. TFAF is ongetwijfeld volgens mij toch de beste en meest diverse beurs ter wereld. En volgens mij is het dus de combinatie van ons programma en onze commitment om ons programma uit te laten groeien tot een fantastisch geheel in feite. Ik denk dat TFAF er toch wel een stukje bovenuit staat, qua kwaliteit, maar ook qua aanbod. Volgens mij is TFAF de grootste beurs en de meest diverse beurs. Trends vind je bij TFAF niet. TFAF vind je kunstgeschiedenis. En dat is de meerwaarde van TFAF, denk ik, zeker en vast. Wij hebben vier locaties. We zijn begonnen in Parijs in de vroege jaren 90, in 92. En wij hebben dan opengedaan in Brussel in 2008. Met deze ruimte. Dan zijn we in 2014 naar Londen gegaan en 2016 New York. Waarom? Omdat wij toch een aanwezigheid willen hebben in de grootste kunststeden ter wereld. Ja, dat is natuurlijk de vraag. Welke artiesten en kunstenaars brengen jullie mee? Ik zie dat toevallig een boek nog liggen. Ja. Picasso, wat kan daar? We mogen inderdaad Picasso verwachten, waar we een laat canvas zullen meenemen. En ook een ceramiek zullen we meenemen. Een origineel ceramiek gemaakt door Picasso zelf. Galerie Mark Heijremans was vorig jaar ook al te zien in Maastricht. Glaskunst is hier dé specialiteit. You are specialized in glass. What kind of glass? It's a very niche, what we call in French. It's a very, very narrow window. We are specialized with European glass from the 20th century. Okay. And the gallery is well known for Murano glass. Oh, yeah. From the same period. And also ceramic, studio ceramics more exclusively. And for the next TFAF, we will
showcase masterpieces from Murano by the more important designers and glass factories. And we have also decided this year to highlight the most important ceramic workshop in Belgium, yeah, called Amphora. And we especially publish a book, a new catalogue raisonné, especially for TEFA Fair. Galerie Marouani Mercier is gespecialiseerd in moderne kunst en doet al een aantal jaren mee aan TEFAF, waarvoor de belangrijkste stukken bewaard worden. Ja, TEFAF, jullie zijn daar niet nieuw, zou ik maar zeggen, hè? Al een paar jaar. Wat betekent die beurs voor jullie? Die beurs is eigenlijk een beetje onze favoriete beurs misschien. Dat is een kans om onze grootste artiesten te tonen, de artiesten die we representeren. Zoals, als u rond u ziet, Gavin Turk. Nu, we hebben vooral, gaan we meebrengen Amerikaanse kunstenaars van de jaren 80. Dat is een beetje onze specialisatie. Francisco Clemente, Peter Halley, Ros Bleckner. Die gaan allemaal naar TEFAF gaan. Nu is het zo dat TEFAF dit jaar nog iets meer de nadruk zal leggen op hedendaagse kunst. Ja, zeker. Hedendaagse kunst kan alle steun gebruiken die er is. En bevalt de stad? Ja, zeker. Maastricht is een heel, heel toffe stad. Met of zonder TEFAF. We gaan er zo ook. We zijn van België, dus dat is niet zo ver. Ja. Dus dat is echt wel een stadje dat we af en toe stoppen.